Hey lief, is een speciale vlog voor jou, omdat ik van jou hou. Misschien wil je het op internet zetten, misschien ook niet. Liever niet. Omdat het speciaal voor jou is. Het is nu net 7:10 in de avond van 14 oktober 2017. En we zijn nu lekker hondje aan het uitlaten. Boodschapjes gedaan. Boodschappen gedaan, ook dat nog. En we nemen jullie zo meteen ook weer mee. Ik zeg nog niet wat, nee. Maar dat heeft mijn mannetje geregeld. Speciale dag vandaag. Wat is het vandaag? Een speciale dag. Goed zo. De 14e. Ja. Dan weet je het dan. Dan weet ik het inderdaad, ja. Staat in mijn agenda. Staat dat ook dan in mijn agenda dan? Nee, alleen in mijn agenda. Oh, alleen in jouw neus? Ja, maar ik heb gedeeld met jou. Kun je het ook zien? Dat het voor jou ook een speciale dag is. Dat is nou weer leuk, ja toch? Ja, prima. Alleen mijn telefoon is nu leeg. Dus dan kan ik het niet zien dat het een speciale dag is. Nou, ik heb nog een telefoon voor je liggen. Ja, ik moet hem eerst opladen. Maar die is al op en geladen voor nou, mij. Nou, dat straks even kijken. Even kijken of hier het lukt. Alleen kijken. Je weet wat ik met kijken bedoel. Ja, uit en proberen, precies. Daarom. Ik zeg altijd, kijken doe je met je ogen, niet met je handen. Iedere keer weer opnieuw. Ja. En maar wat heb jij een mooi pakje aan trouwens? Dat is speciaal oranje. Oranje boven. Kijk, koningsgezin. Goed zo. Zo, ik hoef zelf niet te koken, want er wordt vanavond voor mij gekookt. Op een hele leuke speciale dag. Ja. En dat hebben jullie al net al kunnen zien in het andere deel van deze vlog. Dus ja. En want mijn vriendje heeft mij namelijk mee uit eten genomen naar de Chinees hier in de buurt. Ja. En dat vind ik ook heel lief. Dat vind ik leuk. En dat vind ik gezellig. Toch, schat? Tuurlijk. Ja, en ik geef het maar aan jou, want dan kan ik even eten. Kun jij eten? Kan ik jou vlog? Ja, het mag. Wat jij wil. Kijk hoe jij eet. Ja, is goed hè. Yummy. Ja, het is heel jammer. Smakelijk? Weet ik nog niet, want ik moet mijn nou nog een hap nemen. Dus okay. Als ik neem mag. Een hap. Neem een hap. En het is nog heet. En ik mag niet praten en eten tegelijk. Dat is leuk. Okay. Praat ik dan zien waar je zicht of lekker is of niet. Kijk eens aan. Beetje water dus. Rustig hè, inderdaad zo. Heel rustig, een klein beetje uit. Ja. Maar ik zie dat je het lekker vindt. Mm-hmm. Zo, het vlammetje waakt dan. Ja, die is heel mooi. Vlammetje, mensen. Maar daar staat wel het een en ander al op. Dat wordt weer voor ons opgediend. Kijk, dit staat gewoon weer op. Twee bordjes. Ja. Dat is weinig. Ja, maar er komt nog meer bij. Is dat zo? Jazeker. En wat komt er nog meer bij dan? Er komt iets voor jou. Met 6-in-1 dacht ik. En voor mij komt iets van 3-in-1. Dat is lekker. Uh-huh. Ja, ja, ik ontkom het toch niet aan. En met die licht. Oké. Okay. En met de streep door je gezicht heen en precies onder je en door je neus. Door mijn neus dan wel. Nou, maar goed, bij stokjes. Ja, jij wel. En wat voor stokjes? Laat eens zien. Stokjes? Ja, laat zien dan. Beetje in beeld. Ja, nou dat zijn mooie stokjes. Ik heb niet weten. Nou, en voor de mensen onder ons die het wel kunnen lezen. Maar het zijn twee slagen. Ja, wacht even. Mag ik eerst even inzoomen? Tuurlijk wel. Als je hem pakt. Voor de mensen onder ons, Chinezers, weet ik veel. Wat voor taal is dit? Wat voor taal? Als je het weet, plaats de 400 in de comment. Toch, schat? Jazeker. 400. Ja. Dat kan de comment. Ja, dat weten we nou wel. Ja, dat scheelt weer. Ik heb jullie met z'n vork niet af te lassen. Maar stokjes, dat helpt ook om iets rustiger te eten. Oh, is dat zo? Ja. Okay. Ik word er heel rustig van. Ik kan niet alles in één keer opeten, zeg maar. Ik moet het langzaamaan doen. Dat scheelt niet. Oké, dat is mooi. En we hebben hier ook heel mooi raamwerk.
heel mooi raamwerk. Ook voor jou. Ja. Mooi zo, goed zo. Jouw andere filmpje, die komt echt online hoor. Oké. Okay. Ja, jammer hè. Jammer, ja. Goed. Ja. Goed met je. Ja. Als ik voor jou op gaan staan, dan ga ik het vast verwijderen. Nee. Ik ga het wel verwijderen voordat het erop staat. Nee. Kan niet. Nee. Heb je nog een foto gemaakt van je schoolbord? Nee. Mooi zo, perfect. Nee. Nee, gaan we lekker niet doen, niet. Ja, ik zie je graag. Dat is mooi. Dat is fijn. Zo, dit is lekker. Kijk hoe warm het is. Kijk dan. Kijk dan. En hoe heette het, zei je? Tipam saté. Tipam saté. Ja, saté in de tipam. Ja, dit ziet er lekker uit. Wij hebben granalen. Granalen van alles. Kip, hun, paarden. Ik ga wel een foto maken voordat wij gaan eten. En dan heb ik een heerlijke bami erbij. En wat heb jij? Dat mag je niet zien. Nou. Hoe lekker rijst. Witte lijst. Met sambal. Ja. En wat heb jij besteld? Een drie lakken, hè? Ja. Ga ik straks laten zien. Straks pas. Ja, straks. Oké. Okay. Even wachten. Oké, okay, doen we dat. Hij is al lekker bezig met opscheppen. Eén voor één. Is dat goed. Kijk, die vlees is lekker. Die is lekker. Dat is yummy. Ik dat gewoon voor jou. Mag dat voor jou? Nee, mag dat. Sinds wanneer? Sinds vandaag. Oké. Okay. Mooi. Ja. Ga je opscheppen? Ja. Opschepper? Nee. Ik ben aan het scheiden, hè? Oh ja, appel. Voor jou. Ja. Jammer. Ik ga voor jou scheiden. Oké. Okay. Wanneer ga je dat doen? Vandaag. Oh. Vanavond. Dat is jammer. Ja. Word gewoon even verwend hier al, hè? Dat jullie het even weten, ik word hier verwend vandaag. En dan wil je scheiden. Hè? En dan wil je daarna scheiden. Ja. Dat is handig. Handig, hè? Ja. Dat weet ik en dat ik handig ben. Mm-hmm. Ik zou mensen, ik zou zeggen, lieve mensen, iets maken voor deze hele week, aankomende week, dan die week. En, de rest van het jaar. Ook dat, maakt niet uit. Geniet ervan van het leven, want dat doe ik ook, elke dag weer. Ik zou zeggen, proost op het goede leven en ga ervoor en ga niet in de put zitten. Daar schieten we allemaal niks mee op. En ik ga niet meer kijken. Het smaakt. Blauw duimpje, we zijn heel blij mee.